Goedemorgen traders, dit is het marktcommentaar van zondag 19 september en wij hebben een interessante week achter de rug en ik denk dat we interessante weken ook voor de boeg gaan krijgen, daarover zometeen meer. Allereerst nog even de verwijzing, de driedaagse tradingcursus is bekend, ik had daar vorige week al even over gepraat. Na deze vlog, meteen daarna, kun je de aankondiging zien, inclusief een extra aanbieding, dus als je interesse hebt in trading, je wilt het echt serieus leren, dit is het moment, want deze aanbieding komt hierna nooit meer terug. Dus kijk eventjes en beslis, de eerste aanmeldingen zijn al binnen. Dus 12, 13 en 14 november gaat die tradingcursus van start. Goed, ik zei het net al, wij hebben een interessante week achter de rug. Waarom? Nou, wij hebben een nieuwe daling. Je ziet hier in de rechterchart die dikke rode candle. Nou is dat op zich natuurlijk geen wereldschokkend nieuws. Waarom? We hebben natuurlijk al meerdere dalingen gehad op weekbasis. Kijk, ik omcirkel die hier even. Dus in deze uptrend hebben we al een reeks van dat soort bewegingen gehad. Maar je weet, het venster waarbinnen wij nu op zoek zijn naar deze daling begint te versmallen. Waarom? Wij zijn op zoek naar de top van die 80-weeks cyclus, die maandcyclus. Deze cyclus is uiteraard heel bullish. Wij verwachten geen mega grote daling, maar wel tussen de 8% en 12%. En hier, dit venster, zeg maar, laten we zeggen eind oktober, medio november, dit is een beetje het geëikte pad waar we naartoe gaan. Het geëikte venster van een week of twee, drie, waar de koersen zouden moeten bodemen. En wat ik dan, wat je meestal ziet, is een ABC-correctie. Dus A, B, C. Nou, dus deze ABC-correctie, dus 1, 2, 3. Een beetje vergelijkbaar met deze. Dit was ook een wat grotere bodem hier die we zagen. Daar ga ik nu ook van uit. Nou, en we hadden de koersstoel ook besproken. Idealiter zou zijn, zeg maar, een koersstoel ergens in deze, in dit venster. Nou, dan praten we over in de Dow over een, zeg maar, een 7-8%. Nou, misschien dat er een overshoot is. In ieder geval interessant. En ik sprak afgelopen week over vier mogelijke trades, over vier mogelijke scenario's. A, zit je short? Dan is het mijns inziens niet interessant om nog extra short te gaan. Waarom? Om eigenlijk die reden die ik net aangaf. We hebben in de afgelopen beweging omhoog, die trend, elke keer dat soort bewegingen gaat naar beneden, die kregen meteen een reversal. Dus inspringen na een daling van een week is niet heel erg interessant. Kijk, je ziet vrijdag, donderdag, woensdag. Dit is de maandag, dus we hebben, zie je, en dat klopt ook, want we hebben per saldo. Kijk, per saldo is er deze week niks gebeurd. Die daling hier, die rode candle, dat was dus de vorige week. En toen gaf ik dus aan, en dat was dus op deze candle. Het heeft geen zin om nu nog short te gaan, mijn zinziens. Nogmaals, het kan natuurlijk lager gaan. Daar ga ik zo meteen nog even op in. Maar als we naar de voorgaande beweging omhoog hebben gezien, dan ben je eigenlijk gemiddeld genomen te laat. Daarom zei ik, focus je dan als je short bent op het trailen van een positie. Heb je geen positie, dan is mogelijkerwijs een long positie interessant. Een long positie als we inderdaad een goed idee hebben dat de cyclus bodem gezet is. Waarom? Beleggers zijn nog zo geconditioneerd om te kopen dat we, ook al zou dit dus een ABC-beweging zijn en dat deze beweging omhoog hier dus, zeg maar, een soort tussenrally is die geen nieuwe high maakt, desondanks zit daar een
winstpotentieel in. Maar, gaf ik ook aan, je moet dat dan wel heel strak managen. Dan komt positie nummer 3, die short positie. We willen in principe, als dit nu echt de top is, willen we short gaan op deze top. Dus we gaan ervan uit, ik ga ervan uit, dat deze week de dagcyclusbodem gezet wordt. Dat we dan dus een beweging omhoog krijgen. Deze cyclus zou dan in tegenstelling tot de andere cycli meer bearish worden. Dat betekent een cyclustop tussen bar 3 en 9, zeg maar. 3 en 9. En dat we dan in dat venster de omkeerbar wachten en dan de short trade plaatsen. Dat zou betekenen, stel wij gaan over 2-3 dagen de bodem zetten. En dan een week, 2 weken later heb je zeg maar de top. Dan zitten we eerste week oktober. Dan blijven we nog, nou laten we zeggen, een 3 tot 5 weken over van per saldo koersdaling. Nou, dat is dus de derde positie, de short positie. De vierde positie, dat zou dan deze zijn in het venster waar we dan de bodem verwachten van die maandcyclus, die 80-week cyclus, dat zou dan weer een long positie zijn gericht op een hervatting van deze trend. Want nogmaals, dit is een sterke, grote cyclus. Ik verwacht daarna gewoon binnen korte termijn een nieuwe high. Misschien zelfs rond kerst. En dan voortzetting van het bullish sentiment naar nieuwe highs. 15-20% en meer up. Dus je moet even kijken wat voor pet je op hebt, hè, van heel kort trailen van de huidige short tot iets langer en tussentijdse long, dus nog iets langer dan de short of helemaal lang de long positie daarna. Dus dat zijn 4 soorten posities waar ik het over had. Nou, ik dacht zelf even op dinsdag, nee even kijken, vrijdag 1, 2, 3, 4, 5, nee, maandag, hier op maandag op deze groene bar. Toen dacht ik even, de bodem van de dagcyclus is mogelijk al gezet. Waarom? Nou, kijk even met me mee. Toen zag het plaatje er zo uit. En op het moment dat je dan de cyclus tekent, dan komen we hier uit op 16 bars. Nou, 16 bars is een korte cyclus, maar is niet ongebruikelijk short. De vorige cyclus hier, van hier naar daar, was 19 bars en die van daar en van hier naar hier was 23 bars. Dus op zich kan dat. Dus ik dacht, nou, hier zal misschien wel een cyclusbodem aankomen. Ik kreeg toen ook al een mail van iemand die zei, ja, maar kan het niet zijn dat de cyclus top dan alweer op dag 1 komt, want volgens mij gaan we naar beneden. Nou, ik denk het niet. Ik heb in mijn, kijk, 30-jarige tradingcarrière misschien nou, een handjevol cyclus toppen gezien op dag 1 of 2. Dat betekent, hè, waar hebben we het nu over? Wij zetten een cyclusbodem neer. En de top komt eigenlijk naar de eerste of de tweede bar en dan gaan we meteen de rest van de hele cyclus naar beneden. Dat gebeurt over het algemeen meer bij intraday cycli. Heel zelden bij een dagcyclus zoals we hier hebben. Meestal zie je dan toch dat een bearish cyclus ergens tussen bar 3 en 8 zeg maar de bodem zet. En kijk even mee als we hier even naar die corona crash kijken, dat was vorige maten. Kijk, toen hadden we ook hier die cyclus, zie je, ging hard naar beneden, hadden we 1, 2, 3, op bar 3 kwam toen de top en dat was dus die hele bearish cyclus. Nou, dus toen was die, en je kunt zeggen, nou dit was nou echt super bearish en zelfs daar had je dus een rally van 2000 punten en 3 dagen up. Dus ik denk niet dat wij ergens hier iets gemist hebben. Dat we ergens in deze vijfdaagse beweging, die per saldo zeg maar neutraal is hier, dat hier ergens een soort cyclustop verstopt is. Ik denk dat we de bodem nog niet gezien hebben. Dus ik dacht maandag, we hebben de bodem gezien. Dinsdag
werd dat voor mij eigenlijk, of dinsdag, woensdag werd het voor mij eigenlijk bevestigd. Waarom? We gingen die bodem hier even een beetje aanstampen. Er werd dus een nieuwe logo gezet en meteen een afwijzing. Maar vrijdag hier, kijk, vrijdag wil je normaal gesproken, Boeddhist vrijdag, dat we dan wel hier uitbreken. Hier boven die range van 34.800. En vrijdag was eigenlijk best een zwakke dag. We hebben dan weliswaar die lows hier nog net even kunnen houden op slotbasis. Maar als je puur kijkt naar simpel technische patroon, dan lijkt dit gewoon op wat we noemen een bear flag. Dus een impuls naar beneden en vervolgens even een vlaggetje. En als ik dit bekijk en ik zie hier die lange double stochastics die helemaal onderin blijft en deze die nu weer naar beneden schijnt te krullen, dan denk ik dat wij maandag, dinsdag een voortzetting nog krijgen van die daling hier. Misschien ergens zelfs in dit venster 33.800 zo'n beetje. En dat we daar dan de bodem krijgen. En dat komt dan ook mooi uit, want dinsdag, woensdag hebben we de FOMC-meeting van de Fed. Dus dat is dan weer typisch zo'n venster waar je misschien eerst een sell-off krijgt en dan een soort relief rally, een counter rally. Dus in ieder geval kunnen we wel volatility verwachten, maar ik probeer eigenlijk maandag, ik hoop dat we maandag niet meteen een 0,5% of een heel procent lager staan op het moment dat we wakker worden. Ik hoop dat we maandag nog een short kans krijgen en dat we in de loop van maandag, dinsdag die lows hier nog even flink aanscherpen om dan in de loop van dinsdag, woensdag de draai te maken naar een long trade. Idealiter dus vanuit lagere niveaus en dat we dan zeg maar ergens weer rond die helft hier dat draaipunt maken, 3 tot 8 pas later en dan die short trade echt kunnen zetten. Maar het begint er dus nu eigenlijk gewoon goed uit te zien. En je ziet nu ook al een verschillen ten opzichte van dus de eerdere bewegingen. Eerdere bewegingen hadden we altijd soms wel agressief, maar dan het draaipunt was dan ook echt gezet. Je had 1 uitschuddingsbar en dan was het draaipunt. Kijk, hier hebben we, hier zie je gewoon, we hebben 2 kansen gehad. 1, 2, die groene bars. En elke keer komen dan toch weer die verkopers. Dus je ziet hier, er is wat anders aan de hand dan voorheen. En we zien dat intraday de volatility groter wordt. En dat merk ik ook, want ik heb afgelopen week als daytrader mijn beste week in dit hele jaar gehad. Puur omdat wij mooie swings hebben op dagbasis. En die hebben we natuurlijk de laatste weken daarvoor helemaal niet gehad. Dus het begint er langzaam interessant uit te zien. Het scenario wat we hebben is nu duidelijk. Dus ik focus nog op een aanscherping van die lows. In principe gezien deze bear flag. En dan dinsdag, woensdag en een bodem, dagcyclusbodem. En vervolgens mogelijk even een felle rally van een aantal dagen. En dan het kantelpunt. En dan misschien in de loop van eind volgende week, maar ik zou eerder zeggen dan de week daarna, proberen dan die short te zetten. Dan zie je ook, die weekcyclusbodem, die lijkt hier nu naar de mid-cycle low te gaan. Dus dat dan zo loopt, en dan loopt die lange double stochastic zo. En dat betekent dat we dus hier eventjes een of twee candles up krijgen, en dan ik noem het maar even de genadeslag, moet je natuurlijk tussen aanhalingstekens zien, maar in ieder geval de tweede daling, en dat is de meest interessante daling voor de eventuele short positie. Goed, nou dat zien we ook weer terug bij de Nasdaq. Kijk, op de Nasdaq heb je hier van die V-achtige bodems en hier leek het dus op een bodem. Hè? Kijk, als we hier eventjes weer terug gaan kijken. Dit ziet er toch vrij bodemachtig uit, van dagcyclusbodem. En vooral deze candle, hier wordt die low getest en we komen weer terug tot de highs. Toen dacht ik, nou, we hebben de bodem gezet, we gaan hier nieuwe highs maken. Had ook een kleine long positie, die moest ik met een klein verlies sluiten. Dus je moet gewoon kijken wat de markt jou biedt. Maar dit leek toen hier gewoon eigenlijk een mooie long positie. Maar kijk, die candle die werd eigenlijk meteen in één keer onderuit geschoffeld.
afgelopen vrijdag. En dan ga je natuurlijk niet met een longpositie het weekend over op het moment dat je ziet dat dat vrijdag eigenlijk gewoon een hele zwakke beursdag is. Dus ook in de Nasdaq lijkt het mij het meest logisch dat wij nog een aanscherping krijgen van die lows. Kijk, als we kijken, we zitten nu op bar nummer 20. Nou, maken 21, 22 bars van. Dan zit je gewoon keurig in dat tijdvenster. Het alternatief zou natuurlijk zijn dat wij maandag echt een sterke reverse krijgen. Maar hoe dan ook, wij moeten hier boven die highs. Dat is 15,55, zo'n beetje. Daar moet je uitbreken. En ik opteer eigenlijk liever voor dit scenario en dan deze stijging, waarbij we voor de Dow geen nieuwe high krijgen, voor de Nasdaq mogelijk een test van die high en dan hier afketsen en dan echt naar beneden. Dus ik heb het idee wat de markt kan gaan doen. Ik ga natuurlijk alleen maar handelen op het moment dat de markt het ook echt zo doet. Maar het scenario wordt eigenlijk steeds duidelijker, steeds afgebakender en de markt begint zich eigenlijk weer netjes te gedragen zoals het zeg maar conform einde van de cyclus zou moeten zijn. Goed, nou Russell kunnen we kort over zijn. Daar hebben we deze afgelopen week, kijk je ziet hier, dit is een onbetekenende candle. En Russell is eigenlijk gewoon per saldo een beetje vlak gebleven. Die heeft ook vrijdag niet zo heel veel gedaan. Dus een beetje op hetzelfde niveau. Maar hier als ik naar die double stochastics kijk. Kijk, ik zie hier. Kijk, normaal zie je hier bij die bodems. Zie je dat die double stochastics altijd een mooie scherpe knik maakt. Hier blijft dat ding gewoon liggen. En die korte loopt op en vaak zie je dan dat die korte dan weer richting die lange gaat en dat die dan daarna allebei knikken. Dus dit lijkt mij dat we eerder dit patroon gaan krijgen en dan die bodem. Het komt er eigenlijk op neer dat het er op dit moment er gewoon uitziet dat wij maandag, dinsdag, per saldo nog twee zwakke beursdagen krijgen. En dan mogelijk in de loop van woensdag, als die FOMC-meeting komt, dan misschien een soort sell-off in beginsel. En dan een draai naar bullish sentiment en dan de nieuwe dagcyclus die dan per saldo wel wat meer bearish kenmerken zou moeten gaan hebben. Goed, nou de fix dan, je weet waar wij naar op zoek zijn. Wij zijn op zoek naar een uitbraak. Vorige candle van de fix was bullish, dus die groene. Je ziet die fix, die ging weer eventjes naar onderuit, maar heeft vrijdag weer een vrij sterke reversal laten zien. Maar nogmaals, wat ik eigenlijk verwacht, als we inderdaad maandag dinsdag nog bearish zijn, dat die fix mogelijk even hier een uitschieter kan maken in deze zone, dat hij dan weer terugkomt, want dan wordt een nieuwe dagcyclusbodem gezet en dat hij daarna pas echt gaat uitbreken. Ik verwacht de fix in de komende weken nog wel uiteindelijk hier in deze regio te komen. Dus dat hij even terug gaat, uitbreekt hierboven. Dat is dan de bodem die we zoeken in de aandelen, dus eind oktober, medio november. En dan gaat die fix weer helemaal terug naar de onderkant van die range. Goed, dan de DAX. DAX vind ik een beetje lastig. Waarom? Kijk, als we hier van hier naar daar tekenen, dan hebben wij 15 bars. In principe zou dit een cyclus kunnen zijn. Zou kunnen, zeg ik. Je kunt zeggen, dit kan een cyclus zijn. We hebben een trucje, dat heb ik wel eens verteld. Die cyclusbodem wordt vaak gemarkeerd als die lange double stochastics, dat is die rode lijn, als die boven de 40 komt. Kijk, je ziet eigenlijk op het moment dat die boven de 40 komt, dan wordt meestal is dat het bewijs van een cyclusbodem. Nou, je ziet hier komt hij er net niet boven.
Dus het is heel goed mogelijk dat dit een soort vals signaal was en dat die bodem inderdaad hier nog niet gezet is. En dat hij dus hier dan op misschien 23 of 5, 4, nou wat is het nu, 21, 22, 23 valt, 23 bars. En dat we dan dus die rally gaan krijgen. Het maakt per saldo allemaal niet zoveel uit. Waarom niet? A, het grote scenario blijft natuurlijk hetzelfde. Namelijk, waarschijnlijk is de top gezet hier van de 80-weeks cyclus, van de maandcyclus. En B, de DAX zit hier eigenlijk in een soort trading range. Ik gaf al aan, beste kun je in de Dow en de Nasdaq handelen, omdat die mooiere swings laten zien. Ik vind de DAX nou niet heel erg interessant. Dat kan mogelijk veranderen. Kijk, stel wij testen de onderkant, gaan dan vervolgens hier naar de bovenkant, vinden hier heel mooi weerstand. Kijk, dan kan dat inderdaad een hele mooie trade opleveren. Maar op dit moment is de DAX niet zo super interessant. Ook nog niet voor daytrading, hoewel we vrijdag wel voor het eerst weer eens een hele mooie trenddag hadden. Een trenddag is een dag die eigenlijk hier begint en daar eindigt. Dat is een bearish trenddag. Of hier begint en dan hier eindigt, aan het einde van de dag. Die dus eigenlijk het grootste deel van de dag één bepaalde kant op gaat, stijgend of dalend. En zo'n echte trenddag, zo'n echte candle zonder veel staat, kijk, daar zitten er maar weinig in de laatste weken. Dus dat was weer voor daytraders in ieder geval heel prettig om zo'n dag mee te maken. Maar voor swingtrading wil ik op dit moment mij vooral focussen op de Dow en de Nasdaq. Goed, dan gaan we naar het goud. Ja, daar gebeurde ook het een en ander. Ik gaf aan dat wij op de korte termijn goud waarschijnlijk nog wel wat onder druk gaat staan. En dat zagen we inderdaad donderdag. Kijk, donderdag hadden we een behoorlijke zwakke candle. De vraag is nu, is dit dan de bodem? En gaan we daarna echt uitbreken? Kijk, want ik ging er ook vanuit, dit is een weekbodem, dit is een weekbodem, dat deze tweede weekbodem in principe nu niet wordt gebroken. Nou, maar dat betekent nu wel dat we, als dit inderdaad een dagcyclusbodem is, dat we dan nu wel, begin van de week, moeten herstellen. De FOMC-meeting, die zal wel aardig wat volatility bereiken. En ik denk dat we tegen woensdag wel weten wat het gaat worden. De lichte twijfel zit een beetje hierin. Dit kan een cyclusbodem zijn die dan inderdaad op dag 1 al getopt is. Nogmaals, je komt het bijna niet tegen. En het is ook, zou ook in dit geval heel raar zijn, want deze cyclus is bullish. De top komt echt laat en is verhoudingsgewijs heel mild. En dan zou een bullish cyclus meteen worden afgewisseld door een extreem bearish cyclus. Nou, hier komt zo'n bearish cyclus... pardon. Zo'n bearish cyclus al bijna niet tegen. Laat staan de combinatie hele bullish cyclus met hele bearish cyclus. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat dit nog één cyclus is en dat dat dit een wat langere is. Dat we hier ergens dan zouden gaan bodemen. Maar nogmaals, het is een beetje tricky. En voor het behoud van de per saldo, de bullish visie, op de wat langere termijn, zal nu toch wel begin deze week hier een stevig reversal moeten komen. Dus wij willen hier echt niet een inside barretje hebben of zo, maar echt een stevige reversal. Anders kan het best zo zijn dat we echt weer die onderkant van die trading range gaan testen. En ook dat kan nog genoeg zijn om uiteindelijk weer die bounce te krijgen. Maar dan wordt natuurlijk het hele scenario en het geduld wel aardigje op de proef gesteld. Goud heb ik dus niks aan positie. Ik heb wel wat in zilver. Dus daar gaan we ook even naar kijken. Kijk, en zilver is nu ook op zo'n punten, make or break. Ik heb dat al vaak uitgelegd. Kijk, we zitten hier, die onderkant van die zone. En dit is de bovenkant.
En normaal gesproken, kijk, die cycles lopen zo. Normaal gesproken zou je zeggen, zou het nu die kant op moeten gaan. Dit is waarschijnlijk gewoon een weekcyclusbodem. Waarom? Die double stochastic laat je heel duidelijk die week zien. Maar, als we hier eventjes wat meer detail zien. Je kunt nou niet zeggen dat dit begin van de week, dat dit nou heel erg bullish is. Want we testen al de low. Stel dat, en dat gaf ik al aan, stel dat we hier uitbreken, hieronder. Ja, dan moet ik gewoon de pijn slikken. Dan gaat die positie gewoon de verkoop in. Dan wordt de stop los getriggerd. Want dan kan het zomaar zijn dat zilver binnen no time hier $4 gaat zakken. Of 3 tot $4. En let op, daar zit behoorlijk wat volatility in. Dus dit is het niveau hier voor de stop. Kijk, het kan altijd zo zijn dat dit gebeurt, dat we hier een fake break krijgen en dat we dan weer omhoog gaan. Maar daarvoor hebben we de re-entry. En stop loss is niet bedoeld om geleid te krijgen of ongeleid te krijgen. En stop loss is bedoeld om je kapitaal te beschermen. Je staat 1-0 achter, maar je wilt niet met 5-0 verliezen of met 6-0. 1-0 is, dan heb je ook verloren, maar dan heb je in ieder geval geen heel slecht doelsaldo. Dan hou je nog wat over. Als je 8-9-0 verliest, dan ben je knock-out. Nou, dat is bij trading natuurlijk niet de bedoeling, want we willen altijd nog genoeg centjes over hebben voor een volgende ronde. Dus op het moment dat we hieronder komen, dan wordt die trigger gewoon gezet, dan gaat die stop los open. En ik denk dat ik dan niet de enige ben die hier een stop los heeft zitten. Dan zou het mij dus niet verbazen als wij uiteindelijk dit doen. Maar stel dus dat wij hier meteen rechts omkeerd maken, dan weet ik ook wat ik moet doen. Maar dan moet ik weer opnieuw long. Waarom? Ik zei het al, hier zullen waarschijnlijk een hoop stops liggen, stop los. Als die getriggerd worden, dan is de marktlogische verklaring een flinke daling. Als die daling uitblijft, dan zitten een hoop traders hier getrapt. Die zitten in een soort valkuil. En dan moeten die allemaal hun shortpositie liquideren. En dat leidt dus tot een long squeeze of een short squeeze. Dus dan worden die gesqueezed en krijgen dus een beweging de andere kant op. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat je hier wat we noemen een fail break gaat krijgen. De ultieme trap en dat we dan die beweging omhoog maken. Dus ik hou hier nog een slag om de arm, maar in ieder geval word ik hier onderuit gestopt. Dat is zeker als dat gebeurt. En dan zou ik hierboven een re-entry moeten gaan doen. Ja, dat hoort gewoon bij het traden, maar respecteer altijd je stop. Het gaat er bij het traden niet om dat je gelijk hebt, het gaat erom dat je geld verdient. En gelijk krijgen, dat is leuk, dat scheelt je ego. Maar daar betaal je geen facturen mee. Met geld verdienen wel. Daar gaat het uiteindelijk om. Oké, dan de laatste, de Bitcoin. Daar was mijn idee dat wij in de loop van volgende week deze low hier nog wel een keer zouden aanscherpen. Waarom had ik dat idee? Wel nu, wij hebben hier in Bitcoin een gemiddeld een 60-dag cyclus. Die had ik de vorige keer laten zien. Die heb ik over verschillende voorgaande cycles had ik die ingetekend. En ik ging ervan uit dat deze beweging hier, deze grote sell-off van boven de 52 tot onder 44, dat geen eendaags event is. Dat dat eigenlijk niet op zichzelf staat. Want vaak krijg je dan dit, dan gaat het even een beetje zo. En dan krijg je nog een aanscherping van die beweging. En dit leek ook inderdaad hier op zo'n bearvlek. Een beetje vergelijkbaar met wat we nu in de Dow zien. Nou, tot nu toe is dat dus niet uitgekomen. Sterker nog, wij zien dat we eigenlijk gewoon hier goed blijven hangen. We zijn hier gewoon weer hersteld. We hebben hier een bodem gezet. En dit lijkt toch op een of andere manier al op een bodem. En kijk, dat kan natuurlijk. Dus een sell-off hier. Dus met andere woorden, een top
en een bodem in één bar is uitermate zeldzaam. Echt heel, heel erg zeldzaam. Behalve als dit helemaal aan het einde van een cyclus gebeurt. Dus dit is een boelencyclus. Nou, dan weet je, de top komt dus heel erg laat. Dat zie je. Dan zie je vaak een correctie die ook maar heel kort duurt. Meestal een enkele bars. In het extreme geval maar één bar. Nou, dat is dus die ene bar hier. Dus dat zou verklaren dat, waarom dit dan komt. En dan zou hier dus die 60-daags cyclus al gezet zijn. Nou, dan praten we niet over 60 dagen natuurlijk. Want ik had het hier ingetekend. Maar dan praten we over, even kijken, over 49 dagen. Nou, dat kan. Dan is het een kortere cycle. Ik weet het nog niet helemaal zeker. Ik twijfel hier dus een beetje. Waarom? Omdat ik nou ook niet kan zeggen dat dit nu zo heel extreem bullish is. Dus ik zit een beetje op twee gedachten. Dit zou gewoon een bodem kunnen zijn. Dat is dan zeg maar aan de korte kant 49 dagen. Nou, aan de andere kant, wat we natuurlijk dikwijls zien is, dit is een grote daling dat we ergens rond de helft ervan, en daar zitten we nu zo'n beetje, bij een pullback weerstand ondervinden en dat we dan die tweede beweging inzetten. Dus wat we dan altijd moeten onderzoeken, is die beweging omhoog, dus deze beweging, is die correctief of impulsief? Kijk, dit heeft duidelijk een soort impulskarakter. En ik vind dat dit eigenlijk gewoon correctief is. Met andere woorden, je ziet ja, eigenlijk allemaal overlappende bars. Kijk, binnen deze beweging hier omhoog is eigenlijk maar één bar echt bullish. En dat is deze. Kijk, en de rest heeft allemaal overlap. Dus je kunt nou niet zeggen, dit is een hele overtuigende zet van de kopers. Dus hoe weten we nou wat we hiermee om moeten gaan? Nou, voor het bearish variant, dus bearish variant zou zijn, de bodem is nog niet gezet, dit is een pullback. We krijgen nog een aanscherping van de low in deze groene zone. Die had ik de vorige keer uitgelegd. Dus dat zou hier op weekbasis, zou dat dan dit zijn. Dit, hè? Dus let op lange termijn is alles nog steeds mega bullish. We praten nu eigenlijk over de korte termijn. Waarom doen we dat? Omdat een hele hoop traders een beetje zitten te azen om op die pullback hier, om hier een koop, een buy te doen. Om daarna in die fase omhoog, waar we dan zeer wel mogelijk nieuwe highs maken en mogelijk veel verder gaan dan dat, om hier nog even een mooie longpositie te scoren. En de vraag is eigenlijk, waar kun je die nou kopen? Kijk, idealiter koop je die hier, een stuk lager. Maar als dit al de low is, ja, dan zou je hem eigenlijk hier moeten kopen. Want als we nooit meer teruggaan, ja, dan kun je wachten totdat je een ons weegt, maar dan komen we niet meer terug in die zone. Dus dat is de reden van deze korte termijn discussie. Dus de bearish variant is dit. Nou, hoe weten we nou of die uitkomt? Nou, weten is een groot woord, maar kijk even naar deze bar. We hebben hier zeg maar deze zone gehad, dan die groene bar breekt dan uit. En nu heb je eigenlijk een nieuwe zone. Nou, als dit nou echt een beweging omhoog zou zijn, ja, dus echt omhoog, wat willen we dan zien? Dan willen we natuurlijk volgende week zien dat al deze inside bars aan die kant wordt uitgebroken. Dus op het moment dat we hier uitbreken met een solide groene candle, dan ga ik nog een kleine longpositie erbij kopen voor mijn core positie. Als wij echter hieronder uitbreken, dus onder deze, dus onder de low van die mini range, kijk, dan lijkt het erop dat dit gewoon een kleine beweging omhoog is in deze impuls. En dat we dan die lows gaan aanscherpen in deze zone komen. En dan wil ik in deze zone gaan kopen. Vermitsen, altijd mits, we hier dan inderdaad ook een reversal hebben. Dus bijvoorbeeld zo'n bottoming tailbar of een,
of zo'n Bull 180, dat soort ideeën. Dus dat zijn de twee scenario's die ik heb. De kernpositie, die blijft gewoon onaangetast. Omdat het lange termijn scenario wat ik heb, dat is gewoon nog steeds absoluut bullish. Het gaat nu eigenlijk om de positionering. Wil je nog wat erbij kopen, ja of nee? Dan is het toch interessant om te weten, ja, moet ik dat nou hier doen of kan ik dat hier doen? Wat je natuurlijk ook kunt doen, als je zegt, ik wil die kernpositie nog wat uitbreiden, is natuurlijk gewoon middelen. Je kunt zeggen, nou weet je wat, ik koop een beetje hier. Stel, we gaan dan omhoog, dan heb ik in ieder geval een stukje. Stel, we gaan naar beneden, dan koop ik hier gewoon iets bij. Dat kan natuurlijk ook. Maar nogmaals, kijk, voor mij persoonlijk, ik heb al een kernpositie, die is al groot genoeg. Ik wil die kernpositie alleen uitbreiden op echt interessante niveaus. Ik had hier, zoals jullie misschien weten, zo'n piramide neergelegd. Voor de eventuele sell-off in deze zone. Nou, die ultieme sell-off die kwam niet, dus die piramide werd nooit getriggerd. De kernpositie blijft bestaan. Dus de enige reden dat ik alsnog de positie uitbreid is als we hier dus inderdaad deze beweging zouden krijgen naar beneden. En dan heb je dus ook weer die ABC-bewegingen, waar ik al in de inleiding bij de Dow over had gesproken, hier die ABC, die je vaak ziet. Dus dat zou een mooi punt zijn voor mij om dan te kopen. Dus ik vind het persoonlijk hier niet zo interessant. Hier zeg maar $8,000-$9,000, daar vind ik het interessant om, mits dat dan een reversal is, nog wat op te pakken. Nou, genoeg besproken weer. Ik gaf het in de inleiding ook al aan. Er is aardig wat volatility op komst. Met name ook in de aandelen wordt het gewoon interessant. Wij hebben alles keurig afgebakend. Het enige waar ik een beetje onzeker ben over mijn analyse is dus goud-zilver. Waarom? Omdat die sell-off van deze week toch wel heel erg fel is geweest. En dat past niet zo lekker bij het begin van een nieuwe week. Dus daar wil ik wel even wat zien. En dan kan het goed zijn dat ik in die zilverpositie word uitgestopt. Ja goed, dat is niet de eerste keer. Zal ook niet de laatste keer zijn. Daar heb ik het over gehad. Hoe we daarmee omgaan. En voor de rest gaan we denk ik wel een interessante week tegemoet. Ook met die FOMC-meeting. En zie ik jullie aanstaande zondag weer terug. En als je dus geïnteresseerd bent in de tradingcursus, kijk hierna nog even naar de aankondiging met de speciale aanbieding. Tot volgende week. Welkom traders. Ik wil graag van de gelegenheid even gebruik maken om de aanstaande tradingcursus aan te kondigen. En dat is een hele speciale aankondiging. Dus blijf even kijken. Het is zeker de moeite waard. De komende tradingcursus, 3 dagen lang, vrijdag, zaterdag en zondag, gaat plaatsvinden van 12 tot en met 14 november. Vrijdag, zaterdag en zondag van 9 tot 5. Het is online. De hele inhoud ervan, de hele opzet ervan, wat je allemaal krijgt, dat vind je in de aankondiging na dit kleine filmpje. Waarom is dit een speciale aankondiging? Want behalve die tradingcursus, en daar krijg je echt al heel veel, krijg je nog iets extra's. En dat is eenmalig. Waar ben ik namelijk bezig? Ik ben bezig om die hele tradingcursus in een volledige nieuwe online variant te doen. Die cursus was altijd eerst klassikaal. We zaten dus met een groep van ergens tussen de 10 en de 15 traders, beginnende traders, in een ruimte, vrijdag, zaterdag en zondag. Ik draag mijn kennis over, vertel hoe mijn methode in elkaar zit en daarna gaan de traders aan de slag. Nou, dat had een groot voordeel, maar ook een nadeel. Het voordeel is, het is heel gezellig, je zit bij elkaar, traders onder elkaar, je krijgt toch een bepaalde bonding met elkaar. Het nadeel is, vanuit didactisch oogpunt, is het lastig om al die informatie die je 3 dagen eigenlijk over je heen krijgt, om die goed te onthouden. En onderzoek toont ook aan dat je 90%, 80 tot 90% vergeet wat je op korte termijn gehoord hebt. Nou, toen kwam corona. En toen werd ik dus eigenlijk gedwongen om die klassikale cursus in online variant om te zetten. En
Om dan zeg maar, het didactische verhaal te ondersteunen, krijgen mensen, deelnemers aan de cursus, de recording. Dat is ruim 20 uur aan materiaal. Dan geef ik ook nog de recording van de voorgaande cursussen, zodat je eigenlijk extra voorbeelden ziet. Dus je krijgt in totaal bijna 60 uur aan recording. Maar het is nog steeds één blok van 3 dagen. Dus het is nog best veel. En ik heb gemerkt dat er ook traders zijn die wellicht niet behoefte hebben aan de hele cursus, maar behoefte hebben aan mogelijk 1 of 2 onderwerpen daarvan. Bijvoorbeeld risk management. Of wat natuurlijk heel erg belangrijk is, dat komt in een vlog ook elke keer naar voren, price action. Dat je zegt, ik wil gewoon eens kennis maken met dit geheel, ik hoef niet de hele cursus te zien. Maar wil eens gewoon kennis maken met de module price action. Nou, die module price action die gaat echt in op price action. Dus niet wat candle formaties. Je leert daar echt hoe je een chart leert traden zonder indicatoren. Dus ik heb die cursus, die heb ik eigenlijk helemaal overhoop gehaald. Daar ben ik nu mee bezig. Opgedeeld in een aantal thema's, zoals bijvoorbeeld cyclus, zoals price action, zoals risk management, trading psychologie en dergelijke. En dat wordt dus in blokken wordt dat dus overgebracht. Die blokken worden weer verdeeld in lessen en elke les bestaat uit bijvoorbeeld een video, een stukje tekst, een presentatie, een pdf die je kunt downloaden of een combinatie daarvan. En elke les of elk onderwerp wordt ook afgesloten met een kennisquiz. Dus je kunt je kennis dan toetsen. Nou, zoals gezegd, ik ben nu heel druk bezig met die cursus. Dat is heel veel werk. Vooral ook omdat ik nieuw materiaal erin stop. Dus het is niet het herkauwen of anders opzetten van bestaand materiaal. Er komt ook nieuw materiaal bij. Er komt extra diepgang bij. En ik verwacht dat die cursus tegen het einde van het jaar, iets later, laten we zeggen januari, zeg maar in dat venster, dat die dan klaar is. Dus de aanbieding die ik jou wil maken is de volgende. 3-daagse cursus. Online variant, live. Dus jij volgt mijn scherm achter de computer op 12, 13 en 14 november. Plus alle materiaal erbij, alle recording. En voor dezelfde prijs krijg jij, nu moment dat die cursus klaar is, die nieuwe online cursus, krijg jij onbeperkt gratis toegang tot de hele cursus. Volledig mooi gestructureerd met lessen, met vragen, met kennistoetsen, alles erop en aan, extra diepgang, die krijg je er gewoon bij. Nou, dat is eenmalig aanbod. Daarna komt ook die variant, die live variant, niet meer terug. Ga ik dus helemaal op die online variant overschakelen. Waarbij we overigens ook wel live coaching hebben. Dus het is niet zo dat je dan alleen die cursus hebt. Er komt ook een variant live coaching bij. Maar dat daarover later meer, begin van het jaar als die cursus helemaal klaar is. Maar ik zou zeggen, als je echt serieus met dit vak bezig wilt zijn en je wilt traden leren, nu is het moment om van echt een super aanbieding gebruik te maken. Dit is de inhoudsopgave van de cursus, van de 3-daagse online cursus. Zoals gezegd, deze vindt plaats op 12, 13 en 14 november aanstaande. Dat is een vrijdag, zaterdag en zondag. En telkens van 9 uur in de ochtend tot 5 uur in de middag. Voor wie is deze trading cursus nou bedoeld? In principe voor iedereen die wil leren traden. En traden kun je eigenlijk onderverdelen in 2 soorten categorieën. Daytrading, dan ga je alleen op de dag zelf trades aan. Je neemt ze niet mee de nacht over. En swingtrading, bij swingtrading neem je ze wel de nacht over. Die trades lopen over het algemeen meerdere dagen tot meerdere weken. En swingtrading is in het bijzonder interessant voor mensen die overdag een andere baan hebben en niet kunnen daytraden of niet willen daytraden. Dat kan natuurlijk ook. De methode die ik je leer is universeel toepasbaar op zowel daytrading als ook swingtrading voor alle markten. Aandelen, valuta, indices, crypto, noem maar op. Dus daytraders en swingtraders, dat is zeg maar de doelgroep als je wilt leren traden.
dan ben je hier bij deze cursus aan het goede adres. De cursus is online. Dat betekent, jij volgt vanaf je eigen locatie, thuis, kantoor, waar je wilt, live mijn scherm. Op die 3 dagen, je kunt uiteraard vragen stellen, dus er is gewoon interactie mogelijk. En ik neem de 3 sessies op. En na afloop van de 3-daagse cursus ontvang je van mij de recording. En dat is ongeveer 20 uur aan materiaal. Waar gaan we het dan over hebben? We gaan het hebben over een heleboel dingen. Eén aspect is belangrijk, heel belangrijk. En dat heeft niet direct iets met bijvoorbeeld charts te maken. En dat is tradingpsychologie. Men zegt ook wel eens, succes in trading is voor 90% afhankelijk van de psychologie en 10% methode. Nou, ik weet niet of het percentage exact 90% is, maar het is in ieder geval een groot percentage. En dat betekent dat succes in trading is inderdaad afhankelijk voor een groot deel van psychologie, van het mentale deel van trading. Natuurlijk is methode belangrijk, dat leer ik je ook, maar het zou eigenlijk verkeerd zijn als ik in deze cursus alleen maar over de methode, over de techniek praat en niet over de psychologie. Dus dat gaan we dan ook doen. En we gaan het onder meer hebben over waarom is trading een mindgame? Waarom is succes afhankelijk van jouw mentale hardheid? Wat is de kracht van je ego? Hoe werkt dat? Wat doet je ego bij het traden en hoe ga je daarmee om? En ook, hoe maak je nou een goed tradingjournaal? Want een tradingjournaal kan jou enorm helpen in het versnellen van je leercurve. Goed, daar gaan we het eens over hebben. En we gaan uiteraard ook praten over marktstructuur. Met andere woorden, hoe werken in universele zin, dus voor alle markten, alle timeframes, hoe beweegt een markt? Een markt beweegt over het algemeen in impuls en correctie. Impuls is een vrij vlotte beweging omhoog of omlaag die daarna wordt afgewisseld middels correctie. Nou, ik laat je zien hoe je dat vroegtijdig herkent, wat de kenmerken zijn van beide en waarom is het zo belangrijk. Wel nu, in de impulsfase verdien je het meeste, het snelste en met het minste risico het geld. In de correctiefase worden vaak de meeste fouten gemaakt. Het is dus belangrijk om het onderscheid ervan te begrijpen. Ik laat je ook zien waarom een trend zo belangrijk is. Markten hebben eigenlijk 3 soorten trends, of je kunt beter zeggen 2, opwaarts en neerwaarts en zijwaarts. Zijwaarts is dan trendloos. Ik laat je zien hoe je aan de hand van de klassieke trenddefinitie en aan de hand van indicatoren in een vroegtijdig stadium al kunt zien wat de trend is. En het is duidelijk, met de trend meehandelen is veel interessanter dan tegen de trend inhandelen. Daar worden vaak door traders de grootste fouten gemaakt, daar wordt het meeste geld in verloren. Ergo, het is belangrijk dat wij goed onderzoeken hoe we die trend meten, hoe we kunnen zien wanneer die trend begint, hoe we kunnen zien dat die trend eindigt. We gaan het ook hebben over steun en weerstand, een belangrijk onderdeel. Hier zie je een chart van de DAX, op 90 minuten grafiek. Dus elke koersbar is 1,5 uur, maar dit kan net zo goed een weekchart zijn of een dagchart. Dat elke bar een week of een dag is, het is universeel toepasbaar. En ik laat je zien hoe je die zones gaat tekenen. Dus hoe kom je bij deze zones terecht? Hoe teken je die? En belangrijker dan nog, hoe kun je hier op deze punten een trade aangaan? Hoe kun je hier long gaan op een steun en short gaan op een weerstand? Nou, daar is een hele proces voor gemaakt. Dus je ziet ook die cursus, en daar hamer ik continu op, is procesgeoriënteerd. Want we willen een soort blauwdruk hebben hoe wij elke keer weer op dezelfde manier met situaties omgaan.
En middels dat processchema laat ik jou fijnlijk zien hoe je hiermee omgaat, hoe je op steun en weerstand kunt handelen. En dat is een heel belangrijk onderdeel van het treden. Ik laat je ook zien, in het kader van marktstructuur, de vier marktfasen. Die zie je hier terug. Elke markt in elk timeframe beweegt in zo'n fase. We hebben dus de bodemvorming, we noemen dat de accumulatiefase. Vervolgens heb je eigenlijk de trendfase, dan gaat de koers omhoog. Vervolgens heb je de distributiefase, dan komen er dus verkopers. De kopers zijn dus niet meer in staat om de koers eigenlijk echt veel hoger te krijgen. En daarna heb je dan de neerwaartse fase. En dan begint het hele circus eigenlijk weer opnieuw. Dit zie je in elke timeframe. Je ziet dit in op grote schaal, op kleine schaal. Dus we hebben zeg maar dit binnen een uur. Maar je hebt dit ook, dit kan weken duren of maanden duren. Dus je hebt verschillende soorten cycli eigenlijk. En we gaan in algemene zin kijken hoe dit nou beweegt. En waarom is het belangrijk om te weten waar je zit in welke fase van de markt. De kern van deze methode is price action. Als je mijn vlog volgt, dan weet je dat ik daar heel veel over heb. Price action, oftewel, wie heeft er controle over de markt? En hier zie je een chart. Price action is eigenlijk het vermogen om op een naakte chart, een naakte chart is in essentie alleen de candlestick grafieken, om daarop goed te kunnen traden. Nou, meestal zie je bij een price action chart nog één of twee voortschrijdende gemiddelden aan om die trend weer te geven. Maar we zien dus geen indicatoren onder die chart staan. En price action is dus eigenlijk de kunst om die candle grafiek, om die goed te kunnen zien, om die te analyseren en te begrijpen wie heeft nou controle. Kijk, je ziet in algehele zin, de markt is hier opwaarts, de trend is opwaarts. En dat betekent dat kopers eigenlijk de overhand hebben. De kopers hebben de overhand en waar het dan om gaat is dat je herkent waar liggen bijvoorbeeld goede instappunten in de markt. Nou, wij doen dat middels een bepaalde formule. K plus L is T, kleur plus locatie is trade. De locatie bepalen we dus aan de hand van de trend. De kleur is de price action. Kijk, en we kijken naar zaken zoals, je ziet het hier, een bull elephant bar. Een hele krachtige beweging. Wij kijken naar zogenaamde gift zones. Een daling in die zone. Wij kijken naar bull en bear 180's. We kijken naar in totaal 11 price action patronen. Waardoor je in essentie in staat bent om bijna elke beweging in de koers te kunnen analyseren. Maar meer dan dat, price action is niet alleen het analyseren van één enkele candle. Nee, het gaat om het verhaal ook links daarvan. Het is eigenlijk een soort stripboekverhaal. Je kunt aan de hand van die chart een heel verhaal zien en je ziet waar kopers in de markt komen, waar ze controle hebben, wanneer die controle overgaat naar verkopers en dergelijke. Dat is heel belangrijk. En op het moment dat je in staat bent om die naakte koersgrafiek te analyseren en te kunnen traden, nou, dan heb je in principe geen indicatoren meer nodig. En dan zul je zien dat je veel beter handelt dan heel veel traders die misschien 4 of 5 of 6 indicatoren onder die chart posten. Omdat ze eigenlijk niet goed aanweten wat ze met die koersgrafiek moeten. Het grote voordeel is ook van price action, dit is natuurlijk real-time. Indicatoren zijn vaak vertraagd. Dit is real-time. Je ziet meteen wat er gebeurt. En dit is de snelste methode om op omkeerpunten in te spelen. Ik laat je dus tijdens die cursus zien. De price action principe, hoe het werkt. De 11 triggers. Dus de kleur, zeg maar. We noemden al een paar. Bull 180, de bear 180, de bull en bear elephant en dergelijke. We gaan het over de bottoming en topping tail bij hebben. En ik laat je ook algehele price action principes zien die heel belangrijk zijn. Dus dit wordt een heel belangrijk
essentieel hoofdstuk. Dan kijken we naar cyclustheorie. Cyclustheorie, laag kopen en hoog verkopen. Je ziet hier een koersgrafiek. Onder de koersgrafiek zie je een tweetal indicatoren. Waaronder de cyclusindicator. Als je de vlog volgt, dan zie je die ook volgen, de double stochastics. Nou, ik laat je zien hoe je die cyclus moet interpreteren. Ik laat je setup zien, hoe je aan de hand van die cyclus goed kunt zien waar je vervolgens moet gaan kopen of verkopen. Want we willen in essentie in een opgaande trend op cyclus bodems kopen en in een neergaande trend willen we op cyclus toppen verkopen of short gaan. Nou, en ik laat je ook zien hoe die cycli met elkaar eigenlijk gecombineerd worden, want er bestaat niet één cyclus, er bestaan er gewoon meerdere. En die beïnvloeden elkaar, die kunnen elkaar versterken of die kunnen elkaar afzwakken. En dat is heel belangrijk dat je weet in welke fase van de grotere cyclus zit ik nou. Want daar kun je dus de beste trades mee bepalen. Nou, dat laat ik je allemaal zien in een stukje cyclustheorie. Uiteraard gaan wij niet alleen de theorie bespreken, ik laat jou heel veel trading voorbeelden zien aan de hand van de meest recente koersvoorbeelden. Je ontvangt dus de recording van die driedaagse sessie, bijna 20 uur. Ik heb daar een handige index bij gemaakt, zodat je in die recording niet elke keer naar voren en achter moet scrollen zonder te weten waar je bent. Ik heb daar een index bij gemaakt dat je en ik per minuut weet welk thema wij bespreken. Dus je kunt op die manier in die recording vrij makkelijk ook naar een bepaald onderwerp gaan. Daarnaast krijg je van mij de recording van de voorgaande twee driedaagse cursussen. Waarom doe ik dat? Heel simpel, in elke cursus bekijken we heel veel tradingvoorbeelden. Bij elke nieuwe cursus kijken we dus naar nieuwe voorbeelden. Met andere woorden, als je naar een oude recording kijkt, van dus een half jaar eerder, dan krijg je extra voorbeelden erbij feitelijk en dat versnelt het leereffect. Je ontvangt het cursusboek als pdf, dat zijn 240 pagina's en je krijgt online toegang tot het overige materiaal, dus de presentatiesheets en diverse nuttige bestanden. En let op, als je dus in november deelneemt aan deze driedaagse online cursus, dan heb je recht tot gratis toegang tot de nieuwe online cursus, zodra die klaar is. Die zal waarschijnlijk tegen het einde van het jaar, begin volgend jaar, klaar zijn. Zoals ik al had aangekondigd, daar zit ook nog verdieping in, daar zitten extra voorbeelden in, het is een hele andere structurering. Die krijg je gewoon feitelijk er gratis bij. Wat is de prijs? De prijs van deze cursus met alles erop en eraan bedraagt €1690 exclusief BTW. Dat is inclusief BTW net iets meer dan €2000. Alle informatie vind je op mijn website. Dus als je naar cyclustrader.nl gaat, daar staat een stukje tradingcursus en daar zie je de hele aankondiging. Je ziet het programma, je ziet recensies en dergelijke. En je kunt mij gewoon een mail sturen als je vragen hebt of je wilt aanmelden.